Lekker borstel. Pak hem aan, jongen. Ja hoor, mevrouw. Hey. Je weet hoe het moet, hè? Hé! Hey. Oh, ja. Nou jongens, deze jubile van mij is Bumper. Hij gaat weg. Hallo Bumper. En dit is dus een politiehond van politie Rotterdam. Hang vast! Nou, daar is hij inderdaad ook best schattig, maar ook dat heeft een reden. We trainen hem daar bijvoorbeeld gewoon een beetje om op hoogte te wennen. Ja. Maar uiteindelijk trainen we die hond ook om eventueel mensen die echt niet naar de politie luisteren en al heel vaak gewaarschuwd zijn en die een behoorlijk misdrijf gepleegd hebben, om die eventueel aan te houden met behulp van de diensthond. Ja. En ja, dat kan ik je dadelijk laten zien. Oké. Okay. Bumper, hoe zie je bent? Ja, heel knap hoor. Af. Blijf. Nou, er zijn natuurlijk heel veel kinderen best wel bang voor honden. En die weten dan niet precies wat ze moeten doen. Ik heb het ook wel eens heel erg fout gedaan. Maar wat moet je nou doen als je een hond op straat tegenkomt en die springt tegen je op? Of wat zijn nou echt even tips waar je je aan moet houden eigenlijk? Bumper! Haha, goed zo man.